Toen Karel Spits zijn hondje uitliet, was het 9:45. Het was donker en het regende, er was geen mens te zien. Ja toch, er stond een mannetje dat iets onwenners had. Dus Karel vroeg, wat zoekt u? Bent u vriend hier in de stad? Ik ben een speelgoedmannetje, zei het mannetje met een speelgoedstem. Ik ben een speelgoedmannetje, zei het mannetje tegen hem. De zaak was gauw vergeten, maar wat later in de week zag hij een ander mannetje dat op het eerste leek. Het plukte tal van bloemen uit een openbaar plantsoen. Hij sprak het aan en zei, meneer, dat kunt u toch niet doen? Ik ben een speelgoedmannetje, zei het mannetje met een speelgoedlach. Ik ben een speelgoedmannetje en een speelgoedmannetje mag. Die ochtend werd hij wakker van spektakel in zijn tuin. Daar sloeg zo'n zelfde mannetje het meubilair aan puin. Hij trok direct zijn broek aan, liep erheen en schreeuwde, zeg, wat denk je wel, wat doe je hier? Houd op, vooruit, ga weg! Ik ben een speelgoedmannetje, zei het mannetje in het morgenrood. Een simpel speelgoedmannetje, en toen kneep het Karel dood. Er is hier veel veranderd sinds dat pijnlijke geval. Men ziet nu deze mannetjes altijd en overal. En elke keer als zij iets doen wat helemaal niet mag, dan zeggen ze kalmerend met een speelgoed oog op slag. Wij zijn maar speelgoedmannetjes en meer niet helaas. Gewoon maar speelgoedmannetjes en we zijn hier.